Zie je het eerste elftal, dan volgt onlosmakelijk deze man. Rob Adelaar is dé materiaalman van FC Utrecht. In Portugal slaapt iedereen met meerdere mensen in één appartement, behalve Adelaar. Hij heeft geen plek voor een extra bed. Ja, hier liggen spullen klaar voor de jongens. Die komen ze dan zo meteen zelf halen. En ja, ze doen eigenlijk in principe alles zelf. Kleding brengen, kleding halen. Ik hoef het hier alleen maar op nummer te leggen en dan gaat het goed. Kai is 19. Adam is 19. Ja, Kai is 21. Adelaar heeft het hele appartement voor zich alleen, maar af en toe vindt hij dat best wel saai. Ja, het is vrij eenzaam. Zonder, helaas wat erover te doen, maar ik ga alleen naar de wedstrijden toe, ik ga alleen terug. En hier ben ik ook alleen. Ja. Maar iedereen vindt het gezellig om langs te komen, toch? Iedereen komt langs, ja. En de koffie wordt goed afgenomen, ze komen praatjes maken, dus iedereen komt wel meerdere malen langs. En waarderen ze het ook echt, wat je doet? Dat gevoel heb ik wel, ja. Je ziet niet hoeveel werk die verzet om het ons zo goed mogelijk naar de zin te maken. Het is best wel veel wat hij doet. Ja. Maar ja, gelukkig gaat het je goed af, hè? De zoete inval in appartement D23 in de Algarve begint vlak voor de training, als iedereen even binnenwaait bij Adelaar. Zwart bij zwart en sok apart. Oh. Adelaar rijdt altijd ruim voor het team uit naar de wedstrijden. Iets belangrijks vergeten is hij nog nooit. Al kent hij de horrorverhalen maar al te goed. In Utrecht is het ook wel voorgekomen volgens mij dat ze de shirts vergeten waren. Maar niet onder jou? Nee, niet onder mij, nee. Nee, dat is bij Ajax uit geweest een keer, geloof ik. Dat ze de shirtjes vergeten waren en dat ze toen in shirtjes van de fans gespeeld hebben. Helemaal afgeplakt en... Maar dat is een nachtmerrie. Dat is een nachtmerrie, ja. Ja. Dat is ongeveer hetzelfde. Dus dat een spits voor open doel mist in de laatste minuut. Dus dat hoop ik ook niet mee te maken.